Yes, yes, Mitchell Dikke hier, a.k.a. The Manmaker. De man die andere mannen gespierder en droger maakt met minder vetpercentage en meer spiermassa. En vandaag wil ik je mijn drie grootste fouten geven die ik vroeger maakte, waardoor ik niet in een goede shape was. Eh, misschien ken je het wel als je begint met trainen, ben je nog heel erg zoekende in wat goed voor je is. Wat voor trainingen moet je doen? Wat moet je nou precies eten? Dus het is ook helemaal niet gek als je daarin wat foutjes maakt, als je daar later achter komt. Maar ik ga je deze fouten geven, ik ga ze met je delen. Het is wel super stom als jij ze vervolgens zelf ook gaat maken. De grootste fout, nummer 1, die ik maakte waardoor ik nooit in een goede shape was, is. Ik trekte mijn calorieën niet. Ik hield nooit bij hoeveel ik daadwerkelijk binnenkreeg. Ik dacht altijd wel dat ik gezond at. Ik at ongezouten noten. En iedereen zei dat dat goed voor me was. En ik at vette zalm. En iedereen zei ja, dat is ook super goed voor je hart en je bloedvaten. En uh, super gezond. Ik at avocado. Maar al met al, als ik erop terugkijk. Dan denk ik dat ik elke dag stevast gewoon te veel calorieën binnenkreeg. En dat wist ik nooit omdat ik het niet bijhield. En toen ik dat ben gaan doen, toen ik echt mijn calorieën ben gaan bijhouden. toen ging het ineens vele malen beter met mijn shape. Toen merkte ik dat ik veel sneller uh, mijn vetpercentage kon verlagen. Dat ik ook veel sneller kon aankomen in spiermassa als ik dat wilde, omdat ik hardere data had van wat ik binnenkreeg. De tweede grote fout die ik maakte... ...was ik cheatte nooit. Want ik dacht dat dat heel slecht was om te doen. En als ik het dan een keertje deed... ...dan ging ik helemaal los. Dan, dan ging ik bijvoorbeeld uit eten... ...ging naar een all-you-can-eat sushi restaurant... ...en daar mocht je dan uiteraard zoveel eten als je wilt. En dan hadden, hadden ze op de kaart hadden ze zes rondes staan... He, ...dus zes rondes van vijf gerechten... En dan vond ik het juist een uitdaging om te kijken of ik nog meer kon eten dan dat. En het is me ooit gelukt, samen met mijn vriend Remco, om 10 rondes vol te krijgen. Dus 50 gerechten. Wauw! Kijk of je dat ook voor elkaar krijgt. Maar goed, toen dacht ik gewoon, oké, okay, ja, ik cheat maar één keer. Ik cheat één keer per week of ik cheat één keer per twee weken. Dus ik eet 6 dagen gezond en één keer slecht. Dus dat kan er dan wel vanaf. Maar dit is een gigantische fout. Want als jij elke dag van de week, de dus zes dagen van de week, 500 calorieën onder je behoefte zit, dan spaar je dus 3000 calorieën aan credit. Die 3000 calorieën die kan jij makkelijk overcompenseren op het moment dat je zoals ik zoveel eet bij een all you can eat sushi restaurant. Of de, wanneer jij een kilo spare ribs bestelt met saus en friet. En cola, dan ga je hier gewoon keihard overheen. En zo ga je dus nooit in een goede shape komen. Zeg niet tegen jezelf: ja, ik cheat maar één keer. Nee, bekijk ook hoe groot die cheat is en of je ermee weg kan komen. Er is niemand in de wereld die stelselmatig langdurig in een calorietekort zit. Maar er niet van af weet te vallen. Het bestaat simpelweg gewoon niet. Dus zeg niet tegen jezelf dat jij een van de bijzondere mensen bent waar dit wel gebeurt. Zorg er gewoon voor dat je duidelijk voor jezelf hebt hoeveel je binnenkrijgt. Ook als je een cheatmaaltijd hebt. De derde grote fout die ik maakte was ik ging altijd meteen veel te hard van stapel. Dus ik ging te weinig eten voor een langere periode, waardoor ik steeds vaker ook honger kreeg. Dus de hele dag at ik weinig, maar s'avonds op de bank dan voelde ik die zak chips naar me roepen... als hij dan al in de kast lag. Kom mij opeten, want je hebt al de hele dag niks gegeten en nu ben je van mij... want nu ben je zwak en ik ga je verleiden. En natuurlijk kan je dat op een gegeven moment niet meer weerstaan. Dus ga niet te hard van stapel, eet ook niet te weinig, ga niet ineens... Veel te veel cardio doen, maar zorg dat je een plan hebt wat jij in lange termijn kan volhouden. Dat waren mijn drie grootste fouten die ik gemaakt heb. En nogmaals, je kent ze nu van mij. Maak ze zelf niet. Zorg voor een duidelijk plan. Ga niet te hard van stapel. Calculeer je cheats in. Ik doe dat met mijn nieuwe Hunters Feast-methode, waarmee ik wekelijks patat, pizza, ijs kan eten of een keer vodka kan drinken terwijl ik er nog steeds verdomd goed uitzie onder de douche. Als jij dat ook wilt en je wilt trots zijn op je lichaam, je wilt minder vetpercentage en daarnaast ook meer spiermassa en je wilt hier persoonlijk bij begeleid worden, stuur mij dan even een persoonlijk berichtje of plan direct een gratis strategie call via onderstaande link die ik ga droppen in de reacties. Geniet van je dag en hopelijk tot snel.